wethouder die gaf in zijn reactie aan, in Arnhem is geen plek. Ik ben even benieuwd of de scope van het onderzoek enkel zich tot Arnhem heeft beperkt. Dank u. Inderdaad, we hebben ook gekeken naar onze buurtgemeentes. We hebben ook via mijn collega-colleges die vragen ook gesteld. En die zijn hebben ook gekeken intensief en daar is helaas ook geen enkele plek. Een van de mogelijkheden die genoemd was, was bijvoorbeeld een grindgat bij Renkum. Daar schijnt een projectontwikkelaar mee aan de slag te zijn. Is dat geval daar ook specifiek besproken? Want ja, wat heeft een projectontwikkelaar daar nou voor een zin op het moment dat daar geen woonboten mogen komen? We hebben ook die opties zowel vanuit de hele streek van Renkum tot Rhede en alle mogelijke watergewonde gebieden onderzocht. We hebben dat drie keer gevraagd over de afgelopen maanden. En continu hebben wij, we hebben ook doorgevraagd in situaties zoals u aangeeft. En daar hebben wij gewoon echt nul op de kerst gekregen. Dat is geen optie voor hun om daar woonboten neer te leggen. Ja, dat kan van een projectontwikkelaar zijn. Nou, je kunt van alles van projectontwikkelaars vinden. Ik vind er ook heel erg veel van. Maar één ding kun je ze wel op vertrouwen, ze kijken vooral naar geld. Dus als jij met het juiste bedrag komt, dan zijn ze tot alles bereid. Ook om ons te helpen. De vraag is natuurlijk wel, wat is het juiste bedrag en zijn wij bereid om dat te betalen? Nou, dat zou ik graag gewoon af willen wegen. Dus bent u bereid om dat gewoon te onderzoeken? Wat gaat ons dat kosten, die opties die net zijn genoemd? Ik concludeer dat het gewoon niet is geprobeerd. Er is niet gevraagd wat gaat dat kosten om die plekken te kopen als gemeente Arnhem. Het is niet verkend. En er wordt hier telkens wordt heel stellig beweerd, ja, is geen optie, kan niet. Rijkswaterstaat doet niks, maar er is geen enkele onderbouwing. En zo maakt u het voor de Raad heel lastig om afwegingen te maken. Te meer daar uw eigen voorstel ook geen financiële onderbouwing kent. En we dat niet eens tegen elkaar kunnen afwegen. Dus we zijn hier bezig met iets onbekends tegen iets onbekends af te wegen. U maakt het de Raad heel lastig om hier zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid in te nemen als hoogste orgaan van de stad. Vraag aan de hand van de opmerking van de wethouder. Die geeft aan, nou ja, de locaties die besproken zijn, zijn geen woonbootlocaties. Maar K3 is wel degelijk bezig met het ontwikkelen van een locatie in het Grindgat specifiek voor woonboten. Dus ik vraag me echt af waar dat antwoord van de wethouder dan vandaan komt, voorzitter. De wethouder. Ja, dank u. Ja, dan weet u misschien iets meer in de laatste ontwikkelingen, maar wat wij, dat is vrij recent geweest, van mijn collega wethouders, college hebben gehoord dat dat geen optie is en ook niet wordt. Daar heb ik het op dit moment mee te doen. Dan gaan we naar de heer Elfrink toe. Ja, voorzitter, het is echt nodig om met onderbouwing te komen, want het is geen optie. Ja, geen optie voor wat? Wat was de uitvraag? U bent niet met een budget vertrokken. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk om plekken te vinden. Dus ja, mijn vraag staat ook nog steeds open. Wat was nou eigenlijk uw budget toen u aan die zoektocht begon om oplossingen te creëren voor deze mensen die u nu gewoon klem wil zetten? Optie 12, gat van Moorlach, is gewoon helemaal helder geworden inmiddels. Dat er serieus zaken te doen zijn, doe dat. Verder heeft u nogal wat beweringen gedaan die niet ondersteund worden, blijkt nu, met de feiten. Ook dat helpt niet mee in het overtuigen. Even een stap op de plaats, maand extra, zoek het goed uit. Ook de nieuwe opties die dan vandaag in de krant voorbij zijn gekomen. En kom met een duidelijke verhaal. Hou op met al die schijnbewegingen en presenteer het nou gewoon op basis van de feiten die er zijn. En wees ook gewoon eerlijk van nee, ja, we hebben het gat van Moorlach helemaal niet serieus bekeken. Want we zijn helemaal niet toen die optie werd voorgesteld naar Rijkswaterstaat gestapt. Met het idee van hey, zouden we daar plaatsen kunnen verwerven als we daar wat geld bij doen. Als u dat allemaal had gedaan, waren de woonbootbewoners veel tevredener geweest. Dan waren er waarschijnlijk al heel veel oplossingen gewoon met een handtekening in het verschiet geweest. Gewoon even het huiswerk doen. Even met mensen gaan praten, even met Rijkswaterstaat gaan praten, even met de eigenaren gaan praten van de lichtplaatsen die gewoon in beeld zijn en die realiseerbaar zijn. En dan kunt u gewoon met een goed verhaal hier komen van nou, we kunnen dit doen, we kunnen dat doen, maar we hebben het op een rijtje gezet. Het is allemaal afgewogen, we weten wat het goedkoopste is, we weten wat het meest wenselijke is, et cetera. En dan kunnen wij hier met goed fatsoen een besluit nemen. Voor mij hebben we ook aangegeven in de raadstukken dat we die opties hebben onderzocht. En die zijn namelijk er niet. Die waren er 3-4 jaar geleden ook niet. En die duidelijkheid moet ik ook geven. Dus die opties zijn dusdanig beperkt dat we ook in deze situatie ook zitten. Ik wil het gewoon in beeld hebben. Ik wil dat het onderzocht wordt.
en serieus bekeken. Dat heeft u allemaal niet gedaan. En als u de woonbootbewoners serieus had genomen, had u dat gewoon onderzocht. Want er zijn mensen die willen blijven drijven. En dat zou daar prima kunnen. En wat gaat dat kosten? En dan kan ik het afwegen tegen uw voorstel. Dank u wel, voorzitter. Nogmaals, als u de gemeenteraad serieus neemt, dan levert u dat soort dingen gewoon aan. En wel degelijk is deze optie onderzocht. En het is heel moeilijk te realiseren. En daar blijf ik gewoon bij. En ik wil niet, het is heel vervelend, want het zou een heel mooie kans kunnen zijn. Alleen is zeer complex en verre van realistisch. Dan ook niet zo dat op het moment dat we deze visie hebben vastgesteld en dat we daar ook bij de perspectiefnota geld voor hebben, dat we misschien best wel 3 woonboten naar dat gat van Morlach op een gegeven moment kunnen verhuizen, omdat we daar dan wel plek hebben kunnen realiseren. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, toch? Houden. Ja, dat zou inderdaad zo kunnen zijn. Oh, net was het nog niet realistisch. Het blijkt ook uit het verhaal van Rijkswaterstaat wat er is, dat bijvoorbeeld die ene plek op Rozandepolder wellicht iets is. Het feit dat u nu dit verhaal zo heeft uitgezocht en misschien dat dit een opening is in het traject wat u loopt, bekijkt u die opties ook. En als ze zich voordoen en ze blijken kansrijk en de woonbootbewoners willen het, dan gaat u daar toch gewoon ook gebruik van maken van die. De wethouder. Correct. Blijf mij verbazen over de hele houding van de wethouder, continu. Hij zegt, Rijkswaterstaat wil niks. Meneer Elvink, voorzitter, er wordt nu dus aan toegevoegd, en dat wil ik even met u markeren hier, dat er op het moment dat de vragen worden gesteld over het gat van Morlach, wordt gewoon categorisch afgewezen. Net als bij Rijkswaterstaat. Het kan niet, is niet realistisch. En als er dan wordt doorgevraagd, van, ja, maar kan er dan niet gewoon een uitkomst zijn dat er toch 3 boten naartoe kunnen? Ja, dat zou kunnen, ja. Weet u, dan ben je gewoon je geloofwaardigheid aan het verspelen. En dat betreur ik. Want zo komen we niet als gemeenteraad tot de beste oplossingen voor alle belanghebbenden. Als u zo blijft acteren. Ja, het is een heel duidelijk oproep aan de wethouder voor de laatste keer dan, om gewoon openheid van zaken te betrachten, eerlijk antwoord te geven en er niet omheen te draaien. En niet meer die drogredenen als niet realistisch. We moeten iets doen. Dit is iets. En daarom doen we het. Dank dat is een beetje de samenvatting van het betoog. Dat is gewoon geen inhoudelijk argumentatief betoog. Een kleine uitleg over de uitspraak dat het gat was onderzocht en dat was heel ingewikkeld. Maar als het zo zou zijn dat de visie is vastgesteld en het zou straks blijken dat het toch zou kunnen, dan willen we dat wel gaan onderzoeken. Nou, ik denk dat een situatie zich kan voordoen dat we waarin de situatie van het gat van Morlach, waar u op doelt, daar is een presentatie gedaan door K3 de ontwikkelaar. Aan de bewoners die daar wonen, etcetera. En daar is een situatie geschetst dat er een behoorlijke invasie komt van een aantal woonboten in een trek. En daar hebben de bewoners fel tegen geprotesteerd. Als het nou zo is dat wij in gesprek gaan, individueel, met die woonbooteigenaren, en dat we misschien wel over 1 of 2 hebben, zou dat een andere situatie kunnen zijn. Dat heb ik proberen aan te geven. Dat is fijn dat dan onderzocht zou kunnen worden. Maar wat ik niet begrijp in de eerdere vraagstellingen, zouden we dan niet gewoon nu vooraf kunnen onderzoeken of we daar 2, 3 of 4 woonboten kwijt zouden kunnen ten opzichte van het eerdere plan, wat de zogenaamde invasie was voor de bewoners. Dat hebben we inderdaad ook gedaan een aantal maanden geleden ook daar. En daar kwam ook klip en klaar uit dat dat hele plan in de ijskast zou blijven. Daar hebben ze ons mee weggestuurd met de boodschap. En waarbij ook nog veel draagvlak gezocht moet worden. En dat hebben mijn collega Wethuis aangegeven bij de omwonenden al daar. Dus het is nogmaals complex. Dank u wel, voorzitter. En dank voor het antwoord. Ik begrijp het alleen niet. Want wat ik niet begrijp is van het was complex, het blijft complex. Maar u zegt wel dat op het moment als zou blijken bij de uitkoopregelingen dat er 2 woonarken... wel zouden willen verplaatsen naar het gat volgend jaar, dan wilt u dat wel opnieuw gaan uitzoeken. Sprake op dit moment hebben we over 15 woonboten. Waarvan een groot aantal hebben gezegd van wij willen helemaal niet weg. In die situatie zitten we. En als wij hier met de raad vaststellen dat dit een bedrijfshaven wordt waarin het wonen met het bedrijfsterrein niet wenselijk is, dan kunnen we voor een aantal die misschien, en wat dat is wel de vraag,
een aantal, die hebben dat aangegeven ook in de mail, misschien wel die kant op gaan. Echter, dan zullen we wel een besluit moeten nemen of dat een situatie is die we dan ook die stap kunnen zetten. En zoals het nu ligt, krijg ik duidelijk die de informatie dat dat plan waarin zij een jaar geleden hebben gepresenteerd, ook vanuit de gemeente, als heel complex zien. En daarvan hebben ze wel meerdere nodig dan alleen maar een K3-ontwikkelaar die dat heel graag wil. Dan zullen we echt een proces in moeten gaan van hoe wat. En dat moeten we, en dat, zo voel ik dat, wel met een zekere richting vanuit hier als Arnhemse Raad kunnen gaan oppakken. Ja, of de wethouder zich realiseert dat complex op zichzelf helemaal geen argument is. Alles is complex. Het is gewoon geen argument. U dient gewoon in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn, wat dat gaat kosten. Dat kunt u gewoon verkennen, had u ook al moeten doen. Nogmaals, dus gaat u dat nu doen zonder het mes op de keel, wat u nu wilt. Want u wilt van de raad eigenlijk een mes om op het keel bij de woonbootbewoners te zetten. Ja, daar gaan wij sowieso al niet in meewerken. En als ze na een jaar niet ja hebben gezegd, dan worden ze gewoon... Heeft u indruk waarom het gemeentebestuur niet naar u wil luisteren? Ik heb het idee dat het komt doordat er... dit dossier speelt natuurlijk al 20 jaar. En er zijn natuurlijk al heel wat wethouders, een stuk of 4, op de koffie geweest. En die hebben elke keer geprobeerd oplossingen. En die hebben natuurlijk elke keer beloofd om daadwerkelijk oplossingen te bereiken. En ik heb het idee dat zij continu tegen dezelfde ambtenaren die daar heel lang zitten, hun neus stoten. En dat zij op een gegeven moment ook denken van ja goed, ik laat het maar aan die ambtenaren over. Want die weten allemaal hoe het hier werkt. En ik denk dat daar een deel van het probleem zit. Dus ja. Ik gaf aan van u was vandaag of gisteren bij K3 langs geweest. En die hadden een project. Heeft u een indicatie van hoeveel boten daar dan terecht zouden kunnen gestald kunnen worden? Gisteren geweest. Echt prachtig. Dus nee, ik ben er vanmiddag geweest. Ze hebben een hele presentatie, de visie laten zien. Ze hebben daar hele mooie eilanden hebben ze daar bedacht om daar allemaal woonboten omheen te leggen zo. Dus ik zag in de plaatjes die ze hebben gepresenteerd en de presentatie dat ze daar flink wat woonboten. En er is ook nog eens een keer ruimte voor een hele jachthaven die nu bijvoorbeeld in de Nieuwe Haven ligt. Dus die zat niet in de visie opgenomen, maar ze vonden het een heel interessante mogelijkheid om de gemeente hiermee te helpen. Dat ze ook het probleem van de jachthaven eventueel zouden kunnen oplossen daar. Zo. Dus. Verzoek aan u of wij ruimte op onze agenda kunnen maken om, niet vanavond uiteraard, maar wel binnenkort, die presentatie te krijgen van K3. Dat ze dat even kort komen presenteren en dat we dan wat vragen kunnen stellen. Want ik vind dat wel heel erg interessant als dit een oplossing is. Want ik begrijp, de woonbootbewoners willen we eigenlijk voor een groot deel vooral blijven drijven. Hoeft niet per se in de Nieuwe Haven, een mooi plekje. Er zijn allerlei oplossingen als die gepresenteerd kunnen worden. Ik zal dat doorleiden naar de agendacommissie / het dagelijks bestuur om dat mee te nemen. Ik sluit me even aan bij de heer Elfrink en die mede dat verzoek in. Het moet wel wat meer body krijgen, dat verzoek namelijk. Ja, ik hoef maar één voorbeeld te noemen, meneer Wiggers en voorzitter. Dat is K3. Dat heb ik de vorige keer ook behandeld. Dat het heel complex ligt. Dat plan is al een hele poos geleden gepresenteerd. De bewoners daar zijn massaal in opstand gekomen. En ik heb ook gezegd, het is niet een nul optie, maar hij is niet realistisch. En het is wel de moeite waard, heb ik ook gezegd. Nou, voorzitter, daar zou ik dan ook een keer graag kennis van nemen. Vandaar ook dat verzoek. Is de Arnhemse Oudere Partij niet van overtuigd dat vanuit de gemeente, ik zeg maar even heel algemeen, alle door de woonbootbewoners al aangedragen alternatieven zijn uitgezocht, dan wel zijn weerlegd. Zeker als recent nog blijkt dat Rijkswaterstaat iets anders meedeelt aan bewoners, dan zou ik wel eigenlijk een soort van getuigenverklaring willen hebben. Dus ik wil wel weten waar ik aan toe ben. Ik denk ook dat de overige leden van de raad wel willen weten hoe de vork nu echt in de steel zit. Ondanks dat de wethouder inderdaad zijn uitleg geeft over waarom zaken mogelijk zijn of niet mogelijk zijn, blijkt in de berichtgeving toch dat daar
een onduidelijkheid over bestaat. Een aantal opties die inderdaad door Rijkswaterstaat besproken worden. Ik ga ervan uit dat de haken en ogen aan zullen zitten. Dat is een hele ingewikkelde thematiek. Maar de wijze waarop de informatie verstrekt wordt, de tweeledigheid van de informatie die we krijgen, dat brengt mij als commissielid en ik denk ook de raad niet in positie om adequaat hier een keuze over te kunnen maken. En daar ben ik echt naarstig op zoek naar concreet, waarom kan het wel, waarom kan het niet en waarom zit daar toch dat verschil continu in de informatieverstrekking. U moet onderscheid maken in Rijkswaterstaat die meerdere opties ziet, omdat die alleen maar nautisch kijken. He, dus kan het aan het water of een kade, et cetera. Maar wij als gemeente gaan veel verder. We gaan naar veiligheid, we kijken naar bepaalde referenda die zijn aangenomen. We kijken naar raadsvoorstellen die zijn aangenomen. En daarmee kom je tot de conclusie dat die opties die meerdere keren via andere partijen worden ingebracht, niet zo zijn. Nee, het is niet 100% in beton. Zodra de raad dit visiedocument heeft vastgesteld, dan kan ik gewoon dat maatwerk leveren. Ik hoor u ook zeggen, hè, een aantal zaken in verband met bestemmingsplannen. Mochten er nou zaken zijn waar het bestemmingsplan in eigenlijk een belemmering vormt om passende oplossingen te vinden, zou het college dan bereid zijn om die locaties wel in de raad kenbaar te maken en te verzoeken of daar eventuele wijzigingen in gemaakt kunnen worden door de raad? Dat gaan we ook doen, omdat we denken dat er ook echt wel meer mogelijk in de tijd is. Ik had nog een heel kort vraagje, want er staat in, er worden geen alternatieven binnen de regio gezien. En ik was toch echt benieuwd, is dat nou echt zo? Want Oosterbeek kwam laatst ook weer langs, dat daar als toch nog een paar plekken zouden zijn. En vooral, hoe ver hebben we al gekeken in die regio? Hoe ver zijn we al geweest? De vorige keer gevraagd is om de eigenaar van het moordgat te benaderen, K3 Delta. En die heeft toegezegd om voor dat wij besluit gaan nemen in de raad met informatie te komen over jullie vraag of daar iets mogelijk was. Kunnen zich binnen de grenzen van Arnhem, maar ook daarbuiten, ook uiteraard nog steeds kansen voordoen die we op dit moment niet zien. Ten aanzien van het gat van Moorlag, daar is gesprek over geweest met de buurtgemeente. Ik heb toen ook uitgelegd dat die heel complex lag. Maar misschien is de situatie wel veranderd. Ik heb gezegd van het is niet realistisch, maar ik zeg hem niet op 100% op nee. Dus dat is weer zo'n optie. We zeggen van nou, we gaan hier wel mee aan de slag.